Yo mensen, welkom bij deze video. Vandaag gaan we dus, Dude, what the fuck doe je man? Gras eten, we zien de kat los. Dat begrijp jij toch aan, ja. Vandaag, ja, je ziet wel dat Matthijs terug leeft. Hey, ik leef nog. Ik was niet dood. Dat weten we, dat is van de bloepje dat tegen dat gaan we doen. Ik wil eigenlijk nog zeggen in die video, van het is maar een geintje. Ja, wie wil je dat weer uitstellen? Doe de begrafenis. We gaan hier 3 weken wachten met de begrafenis. Oké, maar vandaag, wat gaan we doen? Vandaag. We gaan vandaag. Kaas eten. Nee, dat gaat niet. Vandaag gaan wij dus op Minecraft. Gaan we zo. We zullen eerst zo groot. We zijn Engels vergeten. Engels? Ik kan geen Engels. Maar oké, we zullen zo. Een very, very. Very awesome house bouwen. Oké, mijn beurt. We're going to build a Greek house that will be very, very big and very nice with my friends here. It will be fully out of quartz and stairs and with pillars. Ja, heb je ook gezegd dat het een Grieks huis was? Ja, een Greek house. Oké, dus nu in het Vlaams. We gaan dus vandaag een Grieks huis bouwen in wit. En we. Ja, dat gaat echt komen op Mattiland, zoals je wel in de vorige video hebt gezien. We hebben een pretpark en we gaan daar servers van maken. Ja, ik weet niet wanneer, maar het komt. Ja, het gaat de link staan in de beschrijving als je wilt helpen aan het pretpark. Kun je naar onze Skype naam, stuur dan een paar van je beste foto's dat je ooit hebt gemaakt op Minecraft. Ja, ja, je moet wel Pocket Edition de, of de 10... Of Windows 10 Edition. Ja, of Xbox One Edition. Ja, dat kan ook. Helemaal vol, hè? Dus ja, probeer het gewoon. Gewoon foto's sturen, Apple en Skype naam. En wat we van plan zijn om daar eigenlijk mee te doen, dagbouw zal het begin worden van het Griekse gedeelte van het pretpark. En we gaan er ook, wat we van plan zijn, is we maken een trap naar een attractie en daarnaast gaan we zo 2 poorten maken dan. Ja, je had wel gewoon allemaal zien in het filmpje. Het is in 2 delen, dit is het eerste deel. Dus, let's go. Chapter 1. Let's go. Ja, dat was misschien... Like de video en abonneer op het kanaal. Gratis en voor niks. En nu ben ik echt dood. Dat is een geintje, dus. Ja, yo. Dit is dus hoe dat we het filmpje gaan maken. Je ziet het wel. We zijn al allemaal dingen zeggen en ja, dit wordt eigenlijk onze Romeinse boom. We zijn al bezig met de palen. Ja, dat zijn zo de pilaren. En wat we van plan zijn is om daar like, zoals bij de Acropolis een 3 op te zetten. Ja, je komt er mooi uit te zien hoor. Dat kunnen we alvast zijn. Het is gewoon, ja. Maar... En kijk, zo die pilaren komen dus zo uit eigenlijk, te zien. Like, je ziet daar wel, soms af en toe zie ik een stukje van ons Mattiland. Ja. Dus schrijf gewoon zeker in de reacties, ik heb dat ook erin nog gezegd. Zet gewoon zeker als je wil meehelpen aan Mattiland. Ja. En ook als je ideeën hebt of zo, kun je dat ook altijd. Zet het gewoon op mijn Skype-naam. Dat gaat sowieso in de reactie staan, mijn Skype-naam. In de beschrijving, of mijn Skype-naam. Ja. We zullen nog wel zien, maar er komt sowieso Skype-naam in de beschrijving. Ja, het gaat waarschijnlijk misschien wel de mening worden, maar ik weet niet. We weten, we zullen het wel zien. Ja. Dus nu zijn we bezig met de trapjes van de driehoek, zoals ik daarnet al zei. Mm-hmm. En nu wordt dat een beetje verdubbeld. En dan gaan we daar iets moois van maken. Ah, ja, zet ook... Like, in de reacties bijvoorbeeld, stel als je dat niet zo leuk vindt, zo'n video, dat te snel gaat, dat je niet kan volgen of dat je dat like, niet interessant vindt, schrijf het ook in de reacties. Hè. Als je schrijft ook in de reacties... Dat is altijd interessant voor ons ook om te zien. Ja. Schrijf ook in de reacties welke games dat je graag speelt en dat we uitleg moeten overgeven. En dat wij ook een keer moeten spelen voor jou. Nu gaan we het een beetje dat daar wel aanpassen en nu gaan we dat zo een beetje doen. En ik vind dat het er nu wel al cool uitziet. Ja, dit lijkt op de Acropolis. Maar die middelste paal moet juist gewoon weg. Want je ziet daar wel die paal. Die paal, hierna ga je nog een paal zien en die moet er niet zijn. Want die gaan we dan ook verwijderen. Die 2 palen. Want je kan moeilijk door palen lopen. Ja. Dus deze middelste paal wat je nu daar ziet, die gaan we dan wegdoen. Want ja, dat klopt ook gewoon überhaupt niet. Mm-hmm. Het is een beetje raar. Kijk, nu hebben we het wel gehakt, want ik was er aan het bouwen en toen zei Matjes van, hé man, dat gaat toch niet, je kunt niet door een paal lopen. En toen dacht ik van, oh ja, shit man, dat is waar, dom van mij. Dat zou weer op moeten werken, hé. Ja, dat heb je moeten doen, ja. Ik vind het op zich wel leuk zo,
We waren eigenlijk van plan om een soort van huis te bouwen en dan er een video over te maken van hoe je er een geheime basis in kan maken. En ja. Toen dachten we van, weet je wat, maken we anders gewoon. Hey, ik was toen zei ik van, we maken er een Romeins huis een van Romeins Grieksachtig iets uit. En ja. Toen dachten we, en nu dachten we er uiteindelijk aan van, hey, wacht, weet je, we vergeten die vallen, we doen de video anders. En we doen gewoon dat we dat in Mattiland zetten. Ja, dat maar is ook leuk. Stel, als je wil dat er vallen in komen, schrijf het zeker in de reacties. Allee, ja, niet vallen of geheime dingen. Ja, als je wilt dat er geheime kamers in komen, schrijf het in de reacties. En dan alleen als je naar onze video's kijkt, kan je dan er dan natuurlijk achter komen waar dat ze zitten. Ja. En dan kan je, als je dan uiteindelijk ooit op de server gaat spelen, er naartoe gaan. Ja, en als je een website hebt of wat dan ook, een tip hebt om een server te maken, want we weten nog niet echt hoe je server moet maken, zet het ook in de reacties. Of stuur via Skype een filmpje door. Ja. Hoe dat, wat dan ook, zet het gewoon. Ja. Maar je moet ook niet te veel sturen naar ons op Skype. Ja. Want iemand die ik ken heeft dat ook een keer gedaan op YouTube. En ja, die heeft niet goed afgelopen. Iedere dag krijg ik die honderden berichten. Dat is hilarisch. Ja, maar dat is ook wel een beetje een probleem dat we onze echte onze Skype zetten. Oftewel pakken we een andere Skype. Ja, ik denk dat we een nieuwe Skype naam gaan bouwen. We gaan niet zo iets aan maken. Nee. Maar ja, je gaat het wel nog zien. Kijk, je ziet nu wel dat we bezig zijn met dak te bouwen. Van dingen. Ja, van het huis. En we gaan er ook nog pilaren onder zetten en er komen ramen, kijk zoals je ziet. Het wordt gewoon super cool! Ja, dit is het zo al het begin eigenlijk van de pilaren. Dat ja, we gaan en doen. Nu zie je wel, ja kijk, dit dat was een foute editing dat we hadden gedaan. Ja, hij had per ongeluk een video gewist. Dus. Ja, en opeens vloog dat tak er, want ik had al wel gefilmd dat tak er was, maar ik kon het filmpje niet stoppen en het crashte helemaal en was het filmpje verwijderd. En ik had geen zin om heel dat tak weer af te bouwen, breken. Dus, en toen dachten we van, even een kleine showing zo, dat van, zo teleporteert direct. Ja, maar nee, zo eventjes showing wat we wel hebben. Ook. Ja. Je kunt het zo zeggen, dan, zijn we, dan lijken we minder amateur. We zijn het wel, maar ja, daar gaan we het niet over hebben. We hebben het over Minecraft. Ja. Zie wat ik eigenlijk ook van plan was, is om zo in die driehoek wou ik zo een vierkant maken. Maar toen bleek dat het niet symmetrisch was en toen konden we dat niet doen. Ja, ja. Dat zou wel cool geweest zijn. Eigenlijk heb ik nog een ideetje voor in de attractie. We kunnen er een zwembad binnenin bouwen. Een badhuis? Ja. Maar de Grieken hadden geen badhuis, nee. Allee, ja, die hadden badhuis, die hadden geen zwembad of douche of zo. Ja, nee, bedoel, zo. Ik leek nu echt een nerd, maar ik heb dat allemaal geleerd op school. Dus ja, het moet wel kloppen, hè. Ik heb dat ook, dat is echt kut, hè. Maar weet je wat dan ik vond dat nog leuk. Ja, maar ik vind het leuk over de oorlog. Oh, dat. Wij moeten een heel toneel maken over de oorlog. Een lukzak. En dan mag het stop-motion filmpje ervoor maken. Weet je wat wij moeten doen? Wij moeten zo in Children kom uit je tent met je talent. Zo'n was dat. Dat is echt kut, maar weet je wat ik en mijn vriend gaan doen, Andreas? We gaan zo ons editing doen, maar echt super cool. Like, we gaan basketten, maar we gaan met elkaars hoofd basketten. Dus ik ga basketten met mijn hoofd. Hij gaat basketten met mijn hoofd. En dan gaat hij dat in een ring smeten. Valt dat zo uit die ring. En dan pakt hij die bal, schopt hij de bal weg, maar gaat hij eigenlijk mijn hoofd wegtrappen. Mm-hmm. En dat wordt het volgende hilarie. En we gaan dat dan toch wel heel school. Wat je dan ook zou kunnen doen, is zo, je hebt zo je t-shirt en je trekt dat zo. En dan stop je en dan heb je hem zo vast. Ja, en wel. En dat is zo like, zo van die Zack King magic. Dan kan je ook zo een t-shirt smeten daar en plots zetten daar zo iemand met een t-shirt aan van. Bra. Als je wilt, mensen, willen wij ook voor jullie zo'n filmpje maken dat we zo dingen smijten en dat je dat pies aan. Ja, zo van die magic dingen. Dan kan ik bijvoorbeeld zo mijn t-shirt eraf trek. Niet zo echt afdoen, maar dat ik zo hem naar voren trek. Ja, en dat ik hem heb en dan smijt ik dat en dan zit Matjes daar zo met die t-shirt. Ik zit daar gewoon in mijn zetel bijvoorbeeld. En opeens smijt je dan aan mij en dan heb ik hem opeens aan. Ja, dat kunnen we, dat is, zoiets als, kunnen we doen. Schrijf het de reactie als je het wilt, maar dat is wel moeilijk. Ik bedoel. Ja, ik weet wel hoe dat ik het moet doen. Ik heb er een goede app voor. Ja, ik heb daar ook wel apps voor. Voor, maar... Ik heb zo mijn programmaatjes, snap je? Ja, je hebt ook zo je vriendjes. Nee, ik doe alleen maar. Ik heb geen vrienden. Oh. Oké, okay, we doen een oproep. Iedereen die Matthijs zijn vriend wil zijn, zet het in de reactie. Schrijf ja of nee. Hoi. Daar hing die klank. We zijn...
Oh, en ik heb nog een ideetje. Wat dachten jullie ervan om een facecam in onze video te zetten? Dat wil dus zeggen dat we zo een dingetje hebben, maar dat, we zo, dat je onze kop ziet. Ja, zo, nu zie je dat een klein vierkantje. Maar... Je hoort onze stem, maar dan houden we dat ze doen, dat je ook ons gezicht ziet. Zet dat gewoon in de reacties, als je dat ook wilt. Reageer gewoon alles. Reageer, blijven reageren. Ja. Zet. Ah, en reageer ook in de reacties. Haha. Als je wilt dat we livestreamen. Ja. Want ik heb eigenlijk een manier gevonden hoe we dat kunnen doen. Via de iPad en dat is al heel ingewikkeld. Heel ingewikkeld? Nee, maar oké. Maar het moet wel via mijn programma. Ja, dan gaat dat dan via jouw tablet doen. Dan gaan dat dan bij hem een keer binnen doen of buiten ja. Misschien. Als dat mag van zijn mama. Wij moeten echt alles vragen aan zijn mama dan. Ja, we zijn... Ik pak dat gewoon mee naar buiten. Ja, maar wij zitten nog maar in het zesde. Ja. Maar ja, ik ben ook zo iemand, mijn ouders zijn zo... Die zijn altijd zo voorzichtig, snap je? Ja, en nu houdt het plots super ratelijk, dat zie je wel. Dat was omdat we nu zo echt super snel gezet hadden. Kijk, en je ziet wel dat we al redelijk ver zitten. We zitten nu al aan het glas zo. Ja, achter de lijnen, de pilaren zitten er daar zo ramen in. Mm-hmm. Like, ja, je ziet dat wel. We vinden het persoonlijk wel nog nice gedaan. Ik vind dat ook. Dat is het mooiste dat we... Like, als je ook zoiets kan bouwen, zet dat zeker in de reacties. Maar niet zet gewoon alles in de reacties. Ja, maar zet dat... Maar ja, zet niet gewoon in de reacties. Ja, ik kan dat bouwen. Ik bedoel, zet eerlijk wel zijn, hè. Ja. Maar zoiets. Als je ons denkt te kunnen helpen, dan stuur je ons een keer een berichtje op Skype. Om. We zullen wel een account maken voor YouTube. Je gaat wel zien. Dan pakken we gewoon Gangster Dad uit YouTube. Dat gaat dan wel onze Skype naam zijn. Maar we gaan het... Maar nee, gewoon Gangster Dad. Maar je gaat wel zien bij ons. Oh, dat gaat in de beschrijving staan. Mm-hmm. Een linkje in onze Skype naam. Ja, niet echt een linkje, maar gewoon de naam. Ga zo onze naam... Eigenlijk gaan we gewoon onze naam staan. En je moet dan maar zelf naar Skype gaan en ons intypen. Of een Skype-account aanmaken, nou, nog niet. Dus. Ja. Maar dat is echt bijna moeilijk. Ik heb er 3 weken al gezeten voordat dat werkt. Ja, maar ik had dat in 5 minuten. Ik heb 3 weken. Ja, hier hadden we zo een beetje aan het sukkelen. Mijn wachtwoord kost niet, dan lukt mijn gebruikersnaam niet. En kijk, dit hebben we nu ondertussen al. We vinden het al mooi. Dan krijg je het. Zien. Maar, waarschijnlijk nu zijn we al bezig met de tweede kant. Ja. Ik vind persoonlijk... Dus wat ik heb gebouwd is zo die driehoek en zo die 2 pilaren en vanaf het dak ja, heeft Matjas alles gebouwd. Nu ben ik eigenlijk bezig met bouwen. Ja. Dat ben ik eigenlijk. Ik vind persoonlijk dat echt Matjas dat hij een big deal gedaan heeft. Dat is super mooi. Ik dacht van... Eigenlijk heb ik wel nog geluk dat mijn iPad is, dat we altijd bouwen. Hè. Dan kan jij er altijd aan verder werken. Ja. Ja, ik... Maar jij kan ook, jij moet ook kunnen verder werken. Kan jij niet zo dat jij op jouw iPad zit en dat je ook op de mijne kan, zonder nee. Xbox, zo? Nee, dat gaat niet. Kan je niet die wereld kopiëren of zo? Nee. Ja, en als je wil, dat willen we echt graag doen. Schrijf ook in de reacties op onze Skype-naam hoe dat wij ons eigenlijk onze eigen wereld kunnen maken met het programma. Ik wil graag een keer zo'n wereld bouwen, dat je zelf kan kiezen hoe dat eruit ziet en bomen en al. Op YouTube doen ze dat, maar dit veel begrijp dat niet op YouTube. Zet gewoon een programma en dan ga ik kijken naar dat programma. En ja, dan, maar stuur gewoon dingen door. En daar gaan we ook uitleg op geven. Ja. Als je het nog niet zo goed snapt, maar wel een programma kent, gaan we dan een keer kijken en gaan we dat een keer zoeken. En... Mm-hmm. Maar ja. Kijk, je ziet nu wel dat het echt Romeins wordt. Dat Grieks eigenlijk is. Ja, ik vind het persoonlijk wel mooi. Allee, ja, wij hebben allebei geleerd over de oudheid. Wij weten nu dat die dingen in elkaar zitten. En ik vind het er echt op lijken. Ik vind dat boeiend, nice. Maar de toetsen also, vind ik ambetant. Ja, de toetsen zijn natuurlijk wel niet zo heel, heel leuk. Hè? Ja, ik vind dat ook niet tof. Dat is ja, zo ambetant. Maar kijk, ze zijn bezig niet met de ramen. Hè? Ja, dat is wel redelijk iets. Hè. Maar je moet wel ook wel rekenen dat je zo, sommige mensen hebben dan zoveel stress voor die toetsen en uiteindelijk hoe moeilijk is het. Maar ik heb nooit stress. Dat ja, ik ook niet. Ik denk altijd gewoon van, als je slechte toets hebt gemaakt, heb je slechte toets, meer moet je er niet over nadenken. Maar ik denk dan altijd, ook al heb je slechte toets, wat maakt het uit? 1 slechte toets is dus niet het einde van de wereld. Hè. Nee, maar als je er 5 hebt, misschien al een beetje. Ja, maar als je 1 slechte toets hebt, is dat niet erg. Ik heb gisteren mijn rapport gekregen. Ik had het al een week op voorhand. Hoe is het rapport? Ja, ik had 95%. We weten dat niet. Onze juf legt dat echt dan niet. Eigenlijk mocht juffrouw dat er niet op zijn, maar ze heeft dat gewoon gedaan. Skeer, hè. Dat is eigenlijk echt stout, maar... Ja. Je ziet nu wel dat we met de glazen bezig zijn en daar heeft Mathies een fout glas geplaatst. Die eerste glas had Mathies gedaan en hij moest dat eentje naar achter doen en heeft dat niet gedaan. Dus Mathies heeft dat nu even snel gefixt, maar dat zie je niet. Ik ga kijken en nu ging ik naar denken. Kijk, zie je, dat is nu weggedaan. Kijk, dus ja,
Kijk mensen, het is bijna gedaan deze video. Like alvast deze video. Abonneer gratis op ons kanaal. We doen geen outro meer, dus dit was het dan. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ja. Geef ons alvast een thumbs up. En dan zien we jullie bij de volgende video. Dit was het hier. Ja, dus ja. Je ziet wel het einde van part 1. Oh, like en abonneer. Later. Later alligator.